Want ik heb wel de winkeltjes beloond, maar waarom heb ik de attracties niet beloond? Neppie maakt dikke winst! Dames en heren, van harte welkom terug bij Planet Coaster. Wekelijks gaan wij natuurlijk even een poging wagen om natuurlijk het best lopende park van de wereld te creëren. We hebben flink veel centjes en daar ben ik blij om. Wat mijn aandacht trok voordat ik deze aflevering begon, is deze staff building natuurlijk. Die staat op 77% scenery rating. Nu wil ik dat eventjes gaan verbeteren. Nu weet ik niet per se hoe ik dat kan doen. Maar ik zou bijvoorbeeld muurdecoratie kunnen doen. Een wanted poster is wel geinig. Of security. Security is wel handig. Zodat in ieder geval de mensen weten, we ain't shitting around. En hier doen we dan de Kraken. Plop. Ik weet niet of dat helpt bij de scenery rating. Blijkbaar niet. Oké, wat helpt dan wel? Gewoon letterlijk het tabblad scenery. I should have known. Nou, ik zit er heel veel bosjes tegenaan te knikkeren. Maar wat nou als ik gewoon muziek hier plaats? Moet ik wel de speaker natuurlijk juist neerzetten. Speakertje hier. Speakertje daar. Helpt dat? Letterlijk 1% per speaker. Oké, wat helpt dan nog meer? Art shapes. Natuur helpt sowieso. Props. Maar ik dacht iets van muurdecoratie of zo. Maar dat wordt blijkbaar niet helemaal gewaardeerd. Wat kunnen we dan plaatsen? Insanity 4 is broken down. I'ma fix that faster than you can say my mama. Hoppa. Boom, gefixt. Many guests are thirsty. Nou, dan moeten ze maar wat drinken, hè, tyfusleiers. Wat zit je mij er nou weer mee lastig te vallen? Waar is dat? Moet ik serieus meer winkels? Hotdog Squad. Waar is de... Ja, die loopt net weg. I'm going to find a staff building to rest at. Ja, dat moet je vooral doen. Er staat er hier een. Maar is er een vendor onderweg voor... Hoe heet deze? Hotdog Squad 6. Vendor en route. Terry. Hup. Ik verplaats je gewoon die 2 meter, zodat je nog sneller bent. Kablam. Zo min mogelijk moet dit gestoord zijn. Oké. Wat zijn jullie gedachtes? De rij staat heel lang. Gulpy soda, lange rij. Oké. Moeten we dus meer drinkplaatsjes neerzetten? Er is namelijk niet iets van een overview map. Een soort een hittegraads map. Wat bijvoorbeeld Planet Zoo dan wel heeft, kan je op H drukken en dan zie je zeg maar van oké, je hebt hier allerlei educatie shit en je hebt hier allerlei winkeltjes en staff buildings en dat heb je in deze game voor zover ik weet niet, waar het zeg maar de winkeltjes highlight. Want op die manier, als dat even gehighlight is, dan kan ik zien van oké, welke area's lopen veel mensen waar alsnog zeg maar drankjes en troep ontbreken. Hier is bijvoorbeeld ook een verzoek naar een toilet. Nou, dat kunnen we op zich wel even regelen. Ik bedoel, we hebben inderdaad drinken, eten. Nou, als je drinkt en je eet, dan zou je op een gegeven moment moeten poepen of plassen. Goddamn, waarom zijn... Dit is toch absurd. Het ziet er wel leuk uit, maar dit zijn 2 toiletblokken in de vorm van iets gigantisch. Hier een Bozo de Clown toilet. Kijk, dit rode vierkantje. Dat is het daadwerkelijke toilet. Maar nee, we doen er ook een gigantische clown omheen. Deze is nog acceptabel. Dit is een acceptabele grootte. Ik zou hiermee akkoord gaan. Western simpel toilet is prima. Deze is op zich nog wel prima. Wat is dit? Ziet er wel geinig uit. Alleen, ik heb niet echt een thema of zoiets. Ik heb niet per se een thema in mijn park. Dus een simpel toiletblok. Hoeveel zit hierin? Dit zijn 4 toiletten. Alleen, waar moet ik die plaatsen? Misschien hier? Hier is wel lege ruimte. Ja, het is of hier. Maar hier wil ik uiteindelijk nog doorsluizen. Of hier. Maar dit vind ik zo te erg in een hoek. Ik denk dat dit meer een kruispunt is voor een toilet. Plop, aanschouw, een toilet is geplaatst. Dit heeft me 907 gekost. Terwijl als ik gewoon een toilet zou plaatsen, zou het me... letterlijk 200 kosten. Goed, hè. We hebben eens een keer wat over voor het uiterlijk. Nu moet ik natuurlijk dat eventjes gaan verbinden. Wat is dit voor scuffed ass pad wat eruit komt? Waarom ziet dit er zo kut uit?
Waarom sluit u zo raar aan? Zie je dat? Of hier, of daar. Echt zo, nee. Maar het sluit ook niet. Oké, zo moet het aansluiten. Zo moet het aansluiten. Oké, dat is goed. Angle snap. Get the fuck out. Het ziet er zo vreemd uit daardoor. Bam. Mooi. Ik moest gewoon die angle snap uitzetten. Wat verdikke me angle snap. Heeft dit ook nog scenery rating nodig? Nee, toch? Misschien wel een idee dat we hier gewoon, weet ik wel, even een bankje en een prullenbakje neerzetten, hè? Is ook wel weer zo bedachtzaam. Vooral als mensen naar het toilet moeten en je moet zelf niet. Dus je moet wachten en dat is gewoon vervelend. Huppakee, toiletblok, alsjeblieft. Alright, onze centjes gaan goed. Ik kan nog wel even naar mijn maandelijkse profit kijken en dat is op het moment 3000 en stijgende, dus we spoelen eventjes door. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk centjes, zodat we aan het einde van de maand weer kunnen kijken wat leidt verlies en wat moeten we eruit schoppen. Want dingen die verlies leiden, get the fuck off. Multiple thefts reported in the park, security has been notified. Alright. Moet ik meer security hebben daarentegen? Laat me eens even kijken naar mijn staff. Of eigenlijk specifiek naar mijn security guards. Getting a little tired, the job was made for me. Ja, dit zijn allemaal topgozers, volgens mij hoor. Ik weet niet of ik meer nodig heb. Want die security meldingen, daar word ik wel echt helemaal kiegel van. Dat zijn echt de voornaamste die erbij komen. Ik vind het zo jammer. Deze Insanity 4, die loopt niet. Ik weet niet wat ik moet doen om deze te laten lopen. De prijs is letterlijk al spotgoedkoop. 9,35 in vergelijking met de andere Insanity. Die ook niet loopt, zie ik nu. Die loopt ook niet. What the fuck is dit? Verlaag de prijs naar 10. What the fuck is dit? Oh god. Misschien moet ik die shit gewoon any loaden in plaats van full load, half load, any load. Draai maar gewoon. Many guests are thirsty. Acts of vandalism has been reported. 5 euro weer door mijn mic geschoven. Oké, guests zijn nog steeds thirsty. Ik wil weten welke. Ik zie hier in de rij. Mensen hebben inderdaad dorst. Bij Steam is dit. Maar er staat hier letterlijk een winkeltje. Moet ik letterlijk een winkeltje hier erbij maken? Want het is hier nog steeds een chaos met dit pad. Het is nog steeds te vol. Dus misschien moet ik daarvoor, hier ergens, een drinkwinkeltje maken. Maar ik heb even kijken. Ik heb hier een toilet. Ik heb hier eten, een chief beef. Ik heb hier drinken. Ze zijn allemaal te druk. Ja, misschien moet ik er gewoon letterlijk eentje naast maken. Misschien, aangezien ik inderdaad ook wat meer deze kant op wil uitbreiden. Misschien moet ik inderdaad hier gewoon een extra drink. Ik ben niet helemaal de plek ervoor of zoiets. Nice, what the fuck is dit nou? Is dit een drinkwinkeltje? Waar is de ingang? Oh, het zijn er 2. Oh, en dan moet je het zo doen. Ja, ik heb inderdaad destijds het hotel verwijderd. Er staat hier inderdaad niks meer. Dus dat hier niks te doen. Ik zou op zich weer een poging kunnen wagen met een hotel. Colleren. Om te kijken of ik dat nu wel kan laten lopen. Niet een Riviera Hotel. Ziet er allemaal heel leuk en aardig uit, maar die doen we dit even niet meer. Parkside Hotel ziet er wel zeer hevig uit. Ook zeer groot. Te groot. Het is gewoon een klein western hotelletje. Oh god, dan moet ik natuurlijk ook in die scenery rating weer gaan werken. Ah, dat gaat me wel lukken. Als ik hem hier gewoon achterin plaats. De Desperado. Bam. Challenge complete. Have a hotel. Oké. Ik ben zeer sceptisch over hotellen. Aangezien ik vind gewoon dat ze niet werken. Of ik heb ervaren dat ze niet werken. Dus ik ga nu alsnog een poging wagen. Alleen ik moet het niet te duur maken. Ik hou genoeg gewoon even de standaardprijs. En even kijken. Medium boost to prestige, family, happiness, running cost, internet. Ik weet niet. Ik hou hem gewoon eventjes op room service, restaurant en internet. En dan gaan we uiteindelijk naar aanleiding van feedback luisteren wat ze nog meer willen. Er zitten 100 rooms in. Sweet fucking what? Oh, ruimte voor 100 rooms. Alleen er zitten maar 8 kamers in. Prima. I'll take it. De scenery rating op het moment is 56%. Dus dat gaan wij eventjes aanpassen. Zo, dit is toch wel leuk. Is de scenery rating al omhoog geschoten? 72%. Stik een fucking huigen. Ik heb animatronics geplaatst. I have placed some lamps.
I have placed a box. En het was nog niet genoeg. Oké. Gaan we weer de OP-bosjes gebruiken? Je vraagt erom. Ah, 82%. Helemaal kloten. Scenery rating. Is dat gewoon de omgeving, zeg maar? Of... Oké, wacht. Laat ik iets echt gigantisch plaatsen. En dan gaan we kijken of dat effect heeft. En dat ga ik dan niet dichtbij doen. Wat is echt gigantisch? Misschien Golden Treasure Chest. Dat valt eigenlijk... 10.000! Oké, dat kan ik Ctrl-Z, toch? Dit is Ultimate Flex. What the fuck? 10.000, goddamn. Oké, voordat ik dat doe, 82%. Ja. Geplaatst. En het is... niet gestegen! Oh, toch wel. Oké. Is het de 10.000 waard? Waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk niet. Maar... misschien een water trough kan wel gaan. Dat is meer steen. Fuck it, we hebben een goede maand gehad. En anders kan ik hem altijd nog verkopen voor... weet ik wel hoeveel. Goed, het hotel draait. Hotel Desperado. Hopelijk dat daar een beetje animo voor is. Maar ik zie het alweer gebeuren dat het gewoon helemaal crack loopt. 10.000 euro voor een gouden kist. Kan je nagaan als iemand gewoon die kist jat. Alright, maand juli is voorbij. Maandelijkse profit 6.750 en 30 centjes. Goed zo. Wat is daar fout gegaan? Niet zozeer fout gegaan. Waarom is dat zo? Laten we kijken bij attracties en de profeten. Ik zie een waanzin die een min 1462 draait. Een min 1462. You need to get the fuck out. En heel gek snel ook. Min 1400. Oké, Insanity 4. Beide Insanities lopen voor geen meter. Beide wegdoen, ik stem voor. Dan hebben we hier Scissor met een min 257. Nou, dat is het ongeveer zo wel een beetje. En een Wild Blue. Een min 101. Wow, really? Can reduce queue times. Ja, misschien moet ik deze indrukken. Oké, die min 100, daar kan ik mee leven. Die min 250 kan ik mee leven. Maar een min 1400 is gewoon een volwaardige... suck my dick, you get the fuck out. Hier, boom. Maakt niet uit dat mensen erin zaten. You need to get the fuck out. En op zich... kijk, dat er twee waren. Destijds liep hij heel erg goed. Maar ik hou er nu gewoon eentje over. In de vorm van die andere. Die wil ik nog één maandje laten draaien. Als die ook dan weer in de min gaat. Dan, ja, fuck it. Doen we er niks meer mee. Maar wellicht moeten we dan iets van een vervanger gaan... waarom kan ik dit laatste stukje grond niet? Dank je. Misschien moeten we dan iets van een vervanger gaan researchen. Want waanzin viel onder rides. En het was een... het is een thrill ride. Oké. Laten wij dan iets van een thrill ride gaan onderzoeken. We hebben een Three Armed Classic of een Crazy Classic. Doe maar een Crazy Classic. Die gaat zijn gangetje. Wat betreft winkeltjes. Hoe hebben jullie gedraaid? Informatieboef in de min. Maakt op zich niet uit. En een vending machine in de min. Min 33. Dat valt nog te overzien. Voor de rest heeft iedereen winst gemaakt. En de grootste winst gaat naar Hoddock Squad nummer 5. Die geplaatst zit hier zo. Oh, wow. Really, deze. Wat leuk. En de tweede gaat naar Hoddock Squad nummer 6. Die eigenlijk bij Steam hier staat. Die is inderdaad wel heel druk bezocht. Hier is inderdaad veel behoefte aan energie, dorst en toiletten. Hier eten. Kijk, de mensen in deze groep inderdaad eten, drinken, een beetje eten, dan weer drinken, dan toiletten, dan weer drinken. We zouden inderdaad op zich een extra winkeltje kunnen plaatsen. We zouden het kunnen doen. Het is hier zo chaotisch druk. Moet ik echt het pad hier gaan verbreden of zo? Misschien moet ik... many guests are thirsty. Ja, zover was ik. Misschien moet ik deze vuilnisbakken en bankje gewoon even verplaatsen. Gewoon iets meer hier naartoe of zo. Vuilnisbak ook hier naartoe. Want hier is echt zo'n knelpunt. En wellicht moet ik hier gewoon het pad iets breder maken. Ik weet, ja, dat zou kunnen. Ik ga dat eventjes proberen. Oké, er zit nu een hele gekke knik in. Maar hij is wel een tikkeltje breder. Dus wellicht helpt dat.
Hoe loopt deze trouwens? Neppie. Neppie heeft 4600 winst. Suck my dick. Waarom zag ik dit niet? Want ik heb wel de winkeltjes beloond, maar waarom heb ik de attracties niet beloond? Neppie maakt dikke winst! En niet zo'n klein beetje ook. 222 mensen zijn er naartoe gegaan. En de reviews... Het is goedkoop. En ik heb niet genoeg geld. Maar het is wel goedkoop. Maar ik heb niet genoeg geld. Ja, oké, een beetje van beide. Ja, wellicht kunnen we die gewoon op 15 houden. Dat is, ja, 15 vind ik een mooi bedrag. Really, dat hij zoveel winst maakt. De rij is niet heel denderend vol of zo. Ik denk dat we daar een juist balans in hebben gevonden. Laten we eens kijken. Crankstart maakt nog 2300 winst. Steam maakt 2000 winst. The Madness loopt ook nog steeds goed. Verbazingwekkend na al deze tijd. Want deze is, bestaat al een beste tijd. En die maakt ook nog steeds lekkere winst. Laat mijn timer gewoon even verder gaan. Want dan gaat in ieder geval de tijd ook gewoon door. Grondel 900. Groet. Boomboat 700. Flight of the Dragon weer 300. Daar ben ik blij om. Want die draaide een maandje verlies. Dus ik ben blij dat ik die nog een kans heb gegeven. Whirlyrick 240. Ook wel goed. Ook wel goed. Oké, we moeten even gaan kijken wat we nu met deze ruimte gaan doen. Want er is nu een loze ruimte hier zo. Dus die moeten we natuurlijk eventjes gaan oplossen. Maar ik denk dat het inmiddels ook wel eventjes goed tijd is om te kijken naar wie heeft high workload. I need more training. Juist, juist, juist. Mijn vendors. Juist, juist, juist. Vendors hebben het over het algemeen druk. Heel veel normaal. Eentje low. Ik ga denk War Torfs ga ik upgraden. En 90 betalen. I'm glad I've been trained for this. Very good. Heel goed. Mechanics zijn goed. Security Guard eentje high. Dus eentje ga ik ook upgraden. Zo. Janitors. Nou, ik ga deze wel upgraden. Entertainers high. Really busy at the moment. Entertainment, of entertainers, ja, zie ik niet helemaal een meerwaarde van. Ik weet niet, helpt dat of niet? I don't know. Multiple shops are very busy. Chief Beef, ja, deze altijd. Hotdog Squad 7, ook. Ja, en deze dus ook, Gulpy. Hoeveel wordt dit toilet gebruikt? Of één van deze? 54 mensen, 20 mensen. Draait wel verlies, maar maakt op zich niet uit. Toiletten, ja, zijn er niet om winsten op te draaien. Ik heb hier nog een first aid staan die inderdaad gewoon gesloten is. Een toiletblok die in de min draait. Gulpy Slush die hier in zijn eentje aan het strijden is. De voedselshop zijn hier weggehaald. Alles is hier weggehaald. De fucking build scenery rating is hier helemaal kloten. Oh, wat een gefaald project hier rechts. Wat een gefaald project. Jammer. Ik zou zelfs nog, nu ik zie hier namelijk echt nog een ruimte... Als ik echt efficiënt met mijn ruimte om wil gaan, zou ik bij wijze van hier echt nog een attractie neer kunnen zetten. Many guests are thirsty. Waar? Waar zijn jullie? Oké, laat me eens even kijken bij de guest thoughts. Litter, disgusting, boomboat, full, thirsty, crankstart, hungry, full. Juist. Oké, ik kan wel blijven jammeren van... Hé, hey, ik weet niet waar jullie zijn, maar laat me dan maar gewoon even een drinkwinkeltje plaatsen. In welke vorm? Gulpy soda. Gulpy over het algemeen doet het wel goed. Misschien moet ik ook even een andere drinken weer researchen. En dan doen we ook gelijk eten. Dit is Tiki Chiki en dit is Pipshot. Hoppa. Pipshot doen we eerst. Maar dan gaan we nu even een drinken ergens faciliteren in de vorm van Gulpy Slush. Waar zullen we dat doen? Hier. Dit is wel op zich een mooi plekje. Een druk plekje ook. Waar hier Gulpy al staat. En Gulpy Energy. Insanity 4 has been broken down. Voor de zoveelste keer. Dat wilde ik niet doen. Whoops. No mechanic available. Wat bedoel je? Ik dacht al. Elfie Graf. Hoppa. Waarschijnlijk omdat ik hem even per ongeluk het ritje optilde. Ik denk dat dat een beetje het spel van de rel bracht. Ja, of we zouden hier tijdelijk gewoon een Gulpy Slush kunnen neerzetten bij het toilet. Zo, maken we de rij goed lang. Bam. En wat ik dan ook eventjes ga doen, is het natuurlijk op de juiste manier aankleden. De Gulpy Slush is na het planten van deze tulpen geopend.
Ik heb wat signs eromheen gedaan. Alleen ja, deze wall signs zijn zo gigantisch groot dat ik het niet op de voorkant kan plaatsen. Zoals ik bij deze Gulpie heb gedaan. Ook al is deze ook wel heel groot. Maar ik heb erbij behorende bordjes geplaatst. Extra bankje, prullenbakkie, et cetera. Dus in de hoop dat deze Gulpie slush goed gaat lopen. Ook al... Ja, al kijk ik naar deze hele rechterkant, heb ik hier natuurlijk ook een Gulpie slush staan. Daar is niet echt bijzonder veel animo voor, gezien die maar 34 eurotjes winst heeft gemaakt. Terwijl ik dacht van, dit gedeelte van het park gaat echt booming lopen. In verband met Whitewater, in verband met Flight of the Dragon, in verband met Scissors. En dat heeft het uiteindelijk niet gedaan. Dus dat was balen. Maar we gaan kijken of deze Gulpie slush er verandering in kan brengen. Tering, het is druk! My job is pretty average. Bitch, ik heb je letterlijk net ingehuurd. Hoezo is je baan nu al gemiddeld? Waarom ga je nu al zitten klagen? Fuck jou en je slush fabriekerij. Je doet geen eens iets. En de maand is weer voorbij. En wij hebben zojuist bijna 5000 winst gemaakt. Goed, laten wij eens gaan kijken. Wat is er goed gegaan, wat is er fout gegaan? Last month's profit, Neppy spant weer de kroon met 3000 euro. Crankstart met de 2000. Steam met de bijna 2000. Madness met de 1500. Boomboat, et cetera. Maar Whitewater is weer in het verlies gegaan. Heel gek. Waarom stond die niet meer op groen? Insanity. Klote ding. Waarschijnlijk omdat ik hem verplaatste, dat hij op rood ging. Ja, ik vind het zo jammer. Lifetime guests, monthly guests, 17 minuten. Ik denk dat Whitewater gewoon uit zichzelf gewoon een slecht ontworpen attractie is. Want dit is al de derde maand of zoiets dat Whitewater in het verlies draait. Vind ik gewoon jammer. Sukuluku hier, het draait ook een verlies. Er staan mensen in de rij. Waarom? Schiet eens op, meneer de concierge. Duurt allemaal. Maar dat zijn op zich kleine verliesjes. Scissor kan ik ook nog... Ja, ik baal gewoon voor Scissor. Come on. Alleen dat Whitewater in... Ja, dat Whitewater gewoon verlies draait, baal ik gewoon van. Maar goed... Laten we dat nog even voor een maandje aankijken. Laten we nu even kijken naar onze winkeltjes. Want ik zie hier Gulpie Slush nummer 6 heeft verlies gedraaid. Heel goed. Ja, vorige maand draaide hij wat? 32 in de plus. En nu min 132. Ik denk dat deze wel weg kan. Gek genoeg. Er komen geen mensen meer naartoe. Er gaat niemand meer naar Scissor. Er gaat niemand meer naar Flight of the Dragon. Er gaat niemand meer naar Whitewater. Dus ik kan net zo goed dit winkeltje ook gewoon sluiten. Ik verwijder hem niet, ik sluit hem alleen. Oké, dan hebben we Information, die draait verlies, prima. Gulpie Energy 10. Is dat zo? Deze liep voorheen altijd goed hoor. Gek genoeg, nu min 39. Oké. En Vending Machine, Cosmic Cow, bla 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 bla. Ja, die draait natuurlijk ook verlies, omdat hier natuurlijk geen mensen meer naartoe komen. Zeer vreemd. Ik zou een soort fucking... campagne of zo moeten draaien voor letterlijk deze hoek van het park. Want niemand gaat naar Scissor voor whatever the fuck. Niemand gaat naar Whitewater en niemand gaat naar Flight of the Dragon en daardoor leiden de winkeltjes eronder. Is het omdat juist de toffe attracties nu links zitten of zo? Dat serieus het plaatsen van de attracties dus ook effect heeft op het succes van de winkeltjes? Nou ja, klinkt natuurlijk logisch. Want als natuurlijk een attractie net geplaatst is... grote kans dat hij dan natuurlijk ook de winkeltjes en de omgeving het daarbij beter doet. Nu kijk ik eventjes bij mijn hotel en wat zie ik? Min 84. En daar word ik heel somber van. There aren't any luxury rooms. Why is there not a gym? Standard rooms are so cheap. Oké. Dus dat zou betekenen als ik dit zou willen aanpassen. Dus luxury rooms erbij willen hebben. Ik kan wel een gym erbij doen. Het kost... 82 in de maand extra. Maar is dat echt kwalijk? Hoeveel gasten heb je al gehad? 9. Waarom werkt een hotel niet? I don't get it. Het is zo dom. Waarom kan dit niet vanaf het begin gewoon gelijk goed lopen? Ik heb aan een kist $10,000 gespendeerd. Hold up. Waarom is deze... Where is my vendor? Nicole. Je staat er letterlijk tegenover. Oké, goed. Oké, ik laat dat hotel nog
2 maanden staan, hoogstens. Als hij alleen maar verlies draait, get the fuck out. Hoe staat het met mijn researches? Is dat al af? Bijna is de pipshot af. Hoppakee, reveal research. Het is de pipshop, pipshot shopbrand. Het is een tongbrekertje. Als ik Planet Zoo mag geloven, is dit water, smoothies, juice. Water is altijd goed. Gulpy Soda 17 has been empty for a while. Welke Gulpy Soda is dat? Really, deze. Komt er een vendor aan? Hurry the fuck up. Bam. Ik heb toch wel meer... Ik heb toch genoeg vendors, of niet? Workloads allemaal high en normal. Eigenaardig. Deze ga ik wel even trainen. Aangezien die nu toch in de staff building is. Dan werkt dat juist extra handig. Ja, we kunnen die pipshot... Oh, wacht. Dan moet ik natuurlijk ook dat ene andere winkeltje gaan researchen. In de vorm van Tiki Chiki. Ga je gang. Gaan we een pipshot water smoothies of juice doen? Kunnen we wel ergens een water dingetje doen. Really? Dit gaat de spuigaten uit. Guest thinks ATM 33 is too expensive. Het kost 50 cent. Zak maar dik. Doe maar 25 dan. Chief Beef 26, die loopt altijd zo goed. Of daar is het altijd zo druk. En ik snap niet dat die niet meer winst maakt of zo. Zo vreemd. Even kijken, mensen die hier dorst hebben. Op zich, ik heb hier een Gulpy Soda. Ik heb een Gulpy Slush. Ik heb hier Gulpy Energy. Een Gulpy Soda nogmaals. En er zijn genoeg winkels in de omgeving hier. Wil ik het nog drukker maken? Kijk, uiteindelijk... Ik zou hier bijvoorbeeld nog een winkeltje kunnen neerzetten. Ook al, ik weet niet of die goed zal lopen. Ik heb hier een Gulpy Energy. Die loopt eigenlijk goed. De Hotdog Squad loopt goed. I need the loo after Hotdog Squad. Nou ja, die staat daar. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk een pad trekken naar, de rest van het toegankelijke shit wat ik heb. En dan zijn misschien winkeltjes hier al een leuk idee. Wellicht. Ik ga het eventjes afwachten wat de research doet blijken. Want er staat hier nog 12 dagen voor de Crazy Classic. Ik ben benieuwd welke dat is. Want ik heb wel weer zin om inderdaad een nieuwe rollercoaster te plaatsen. Deze Copperhead Strike zou kunnen. Ik heb er best wel centjes voor. Nappy is broken down. Oh nee! Dominique! Kom tot de redding! Monthly Profit. Ja, die is flink in de kakken gezet. Aangezien Nappy even op het laatste moment broken down was. Act of vandalism. Nou, replace, I don't care, zal wel. Dus dat heeft even mijn... ja, hier min 52 voor het hotel. Fucking hell, zo irritant. Shops. Het Fantastic 1000. Dat is het best lopende winkeltje. Chapeau. Information in the min, Gulpy Slush 6. Ja, oké, die staat al close, dus dat maakt niet uit. Voor de rest allemaal winst. Wat goed. Attracties. Nappy, min 1400. Ja, dat klopt. Omdat hij even stuk was. Whitewater heeft nu iets minder verlies. Scissor heeft iets minder verlies. Flight of the Dragon, 16. 16, heel goed. En er is een nieuwe research in de vorm van... Wat is dit? Kickflip. What the F? Ziet er zeer hevig uit. En die past in deze ruimte. Op zich, ik zou dit pad natuurlijk ook nog meer kunnen uitbreiden en er omheen kunnen slaan. Dus dat is op zich wel een idee. Dan zou ik hem hier kunnen plaatsen. Maar voordat wij dat gaan doen, wil ik eigenlijk mijn aandacht vestigen op Copperhead Strike. Ik vermoed dat deze een grotere big boy zal zijn dan die ene andere kleine thrill ride. Als mijn muis ook nog even dit wil doen, heel goed. Oh hemel, waar is überhaupt de ingang hiervan? Dat is ook altijd zoiets. Ik kan mijn god niet weten. Oh, wacht. Ik zie het al. Nee? Ik ben in de war. Oké. Ik zie het wel. Oké, dat is helemaal kloten. Helemaal kloten, maar ik ben bereid er iets aan te doen. Oké. 3, 2, 1. Oh, dat is hem. Oké. Oké, er is blijkbaar al een entrance en er is blijkbaar al een uitgang. Oh, hier is de entrance. Oh, ik dacht het is via dit. Maar dit is blijkbaar de uitgang. Oh, maar dat is wel chill dat die eigenlijk al uit zichzelf zo apart is. Oh, dat is goed. Oh, I like that. Oké. Want dan kan ik de uitgang gewoon gelijk hier aan plakken. En de ingang kan ik lekker lang maken.
En dan zou ik dit pad bijvoorbeeld nog zo kunnen aansluiten hieraan. Zo eromheen. Mm, yes. My inspiration has been triggered. Alleen hoe sluit ik mijn pad hierbij aan? Bij dit. Oh, juist. Ik moet het binnen doortrekken. Oké, heel fijn camerawerk. Ik bedoel, het staat al. Kunnen ze gewoon letterlijk niet zo lopen en dat ik hem bijvoorbeeld hierop aansluit? Nee, dat mag blijkbaar niet. Je moet daadwerkelijk echt zelf een pad creëren. Ja, daar gaat echt het hele chique van dit gebouw. Maar vooruit. I'll sacrifice it for the greater good. God, het ziet er niet uit. Het past geen eens. Het past geen eens op de juiste manier. Wat is dit stupid? Want ik kan hem ook gewoon niet korter maken. Dat is het hele ding. Wauw, dit is echt... Dat ziet er voor geen meter uit. Wat kloten. Maar toch ben ik bang dat er niks anders op zit. Dus we zullen het wel op deze... akelige manier moeten doen. En zo zal hij aansluiten met het... gebruikelijke pad. Plop. Zo. Juist. Oké, dat werkt. Fucking lelijk, maar het is wat het is. En dan moet ik ook nog even een pad hier zo op aansluiten. Die dan vervolgens hier om grondel heen gaat en hierbij aansluit. Dat is zo. En vanaf dit pad moeten wij dus een queue creëren richting dit. En het liefst dus ook nog een priority pass ruimte erop aansluiten. Eerlijk is eerlijk, eigenlijk dit pad is uit zichzelf al hartstikke lang. Oh hemel, dat komt een beetje kloot uit, al zou ik willen, dat willen priority passen. Stukken beter. Want, dan kan ik... laat me sowieso even enable priority pass. Place hier de entrance. En hier de exit. Mooi man. En dan moeten we die natuurlijk eventjes met elkaar verbinden. Hoppakee, die staat. Hoe zit het met de queue scenery rating? Volgens mij is die uit zichzelf al best aardig. Ja, hier 40%. Dus daar zullen we ons best nog even voor moeten doen. Maar in die tussenperiode kunnen we hem gewoon testen. Trains. Ik kan er 3 trains in gooien. Dat is op zich goed. Hoe staat het met die 3 trains? Kijk, dat sluit aan. Dit gaat een heel druk gedeelte worden namelijk. Dus interval 3 seconden, dat lijkt me prima. High priority op de priority pass. Centjes. Oeh, 20,50. Dat is Mimi Big Boy. Minimum rider load. We doen in het begin gewoon kwart load. Of any. Doe maar any. Alright. De testfase mag beginnen. Voor de rest, ik kan niet aan de resultaten van de test krikken. Het is gewoon, het is wat het is. Dan gaan wij in de tussentijd even de scenery rating van dit aanpassen. Het is Copperhead, dus het zou wel leuk zijn als het iets western is. Maar aan de andere kant zit ik ook van, ik ga gewoon 500 bosjes plaatsen. En daarmee los ik het probleem gewoon even lekker op. Oeh, research project. Tiki chinky. Lekker man. Kom maar binnen. Ik was eigenlijk nog bezig met de bosjes. Dus give me fucking a moment. Zeg maar, het begint heel kleurrijk hier zo. En dan is het opeens, dode bomen en zo. Hoe is het? Challenge complete? What the hell did I do? Is dit die ene... Oh, 2 seconds of airtime. Nou, wel leuk. Wel leuk. Ik spot een 97 Q scenery rating. Dan moet ik nog een paar bosjes plaatsen. Gewoon een paar, niet al te veel. Yes, 100%. Mooi zo. Open up. En... En wil ik hier eigenlijk eten- en drinkplaatjes neerzetten in de vorm van pipshot juice. Lijkt me leuk, ja. Aangezien mensen hier gaan ongetwijfeld lang in de rij staan. Oeh, op welk pad zullen we dan plaatsen? Eigenlijk deze dan, hè. Plop. En het etensteentje, Tiki Chiki. Ah, dat is gewoon Tiki Chiki uit zichzelf. Oké. Wat verkopen zij, dat weet ik niet. Doet er ook niet helemaal toe. We plaatsen deze en we gaan het even mooi aankleden. Nou, zo is het toch mooi geplaatst. Het enige wat ik dan nog eventjes moet doen zijn bankjes. Ik weet wat ik weer wil. Hoppakee. Oh, dit is mooi gedaan. Dit is mooi gedaan. Oké. Picnic benches. We require more picnics.
Die daar. Die daar. Oh, prachtig. Prachtig. En dan zetten we hier één vuilnisbak. Plop, in het midden. En natuurlijk gewoon losse bankjes erbij. Wordt natuurlijk ook altijd wel gewaardeerd. Zo. Perfect. Ongekend. Hemels. Wat goed. Ik zou zeggen, komt u allen, komt u allen. Wat vinden de eerste klantjes? Wauw, het is zo goedkoop. Dat is een awesome view. Lalalala. Hey, jullie liepen daarvan weg. I don't have cash to visit Tiki Chiki. Oké, misschien moet ik hier dus ook even een ATM neerzetten. Tot op dat punt zijn we inmiddels wel gekomen dat mensen hun centjes een beetje opraken. Laten we die dan vooral hier heel nonchalant neerzetten. Oh, jij wilt pinnen? Ja, dat snap ik wel. Alsjeblieft, veel succes ermee. Zo, en of er mensen ingaan? Hoppakee, challenges, fireworks, don't give a damn. Coaster with an average speed of at least 35 mijl per uur. What is this? Ik ken alleen kilometers. Wow, hoe deed deze het qua snelheid? Maximum speed, average speed 12. En wat die challenge vroeg aan mij vaak een average speed of 35? Weet je hoe snel dat is? What? We gaan kijken hoe deze coaster het er vanaf zal brengen. Ik had toch wat, any load gedaan? Gooi hem eruit. Waarom wacht je nog? Dude. Why isn't it driving? Why you ain't driving? Any load, come on. Wachten blijkbaar nog op iets anders. Ja, het feit dat er echt 3 trains zijn, dat is echt mucho briljante Rino. Alleen deze winkeltjes... lopen nog niet helemaal. Er staat wel iemand te pinnen. Challenge complete. Monthly profit. Dank u. 11.000. Suck my dick. Wat de hel heb ik gedaan? What? God damn. Wat is er gebeurd? Nappy heeft weer een goede maand. Steam heeft een goede maand. Crankstart heeft een prima maand. Copperhead Strike. Nu al 1300? Nu al? Hij is echt een paar dagen open. Grondel prima. Sukuluku, et cetera. Hier moet ik eventjes naar gaan kijken. Shops. Het is fantastic, weer prima. Het is goed. Hotdog Squad. Min 213. Maar je had voorheen echt de beste maand. En nu ineens niet. Geen idee wat hier is gebeurd. Misschien omdat de populaire ritjes hier in het midden ineens niet meer zo populair zijn. Hoe loopt het hotel, by the way? Wauw, daadwerkelijk eens winst. Wat zijn de gedachten? Geen luxury rooms. That's it. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar 200 winst is nou ook weer niet helemaal de winst die ik voor ogen had. Maar goed om te zien dat in ieder geval Copperhead Strike een prima periode tegemoet gaat. In de vorm van centjes. Dus wij sluiten deze aflevering weer met flink wat centjes in ons broekzak en een glimlach op mijn gezicht. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog? Wil jij 2 andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!